Ja, als ik hun was, zou ik me de ogen uit mijn kop schamen. Zelf een webshop beginnen en dan slapend rijk worden. Wie wil dat nou niet? Ik ga vandaag op zoek naar de eigenaar van kledingwebshop bij Zaza. Die stoer doet op het internet. Ik vind dat ik nu gewoon succesvol in het hele leven ben. Ik heb al duizenden producten getest. En na een tijdje word ik er steeds beter in het herkennen van een winnend product. Richt een UK company op, ga zo snel mogelijk naar Portugal en ga genieten van 0% belasting. Maar ondertussen regent het klachten over al zijn bedrijven. Dan vraag ik me af, ben je dan een echte ondernemer of vooral succesvol van jezelf? Ik ben onderweg naar Anne. Zij kocht iets bij Zaza. En of ze daar blij mee is? Anne, jij kocht iets bij Zaza. Ik ben vooral heel benieuwd, hoe zag het eruit toen je het binnenkreeg? Op de foto stond een heel mooi colbertje. En toen ik het kreeg was het echt hele dunne, glanzende polyester vlodderstof. Ik had het voor een bruiloft besteld, dus het moest wel mooi zijn. Waardoor voelde het voor jou betrouwbaar genoeg om daar te gaan bestellen? De website zag er heel erg profi uit. En er stond een kopje van Trustpilot op met een hoge beoordeling. Maar ik moet zeggen, ik had ook een beetje haast. Dus ik heb niet heel veel verder gekeken dan dat. Hoeveel had je ervoor betaald? Eén colbert was geloof ik 45 euro. Mm-hmm. En ik had er twee besteld, want het is altijd de vraag of ik een medium of een large moet hebben. Dus 90 euro kwijt. Hoe ging dat retourneren? Want het werd dus een beetje duidelijk voor jou dat het helemaal niet uit Amsterdam kwam, nee. Maar veel verder. Nee. Toen ik het pakketje binnenkreeg, kwam ik al vrij snel achter dat het uit China kwam. En toen begon eigenlijk de ellende, omdat het niet lukte om het te retourneren. Ergens in de kleine letters stond van dat je dan eerst hun contact op moest nemen met de klantenservice. En dan zouden zij laten weten welk adres het heen kon. Die klantenservice die was dus eigenlijk heel slecht bereikbaar. Dus op het moment dat je vraagt omdat je iets wil bestellen, dan mailen ze gelijk terug. Maar op het moment dat je wil retourneren hoor je eigenlijk niks. Dus daar gingen een paar weken overheen en meerdere eigenlijk boze mailtjes op een gegeven moment vanuit mijn kant. Uiteindelijk kreeg ik dan een mail terug dat ik eerst foto's moest opsturen van het product. En de redenen waarom ik het wilde retourneren. En dat zij dan zouden beoordelen of ik in aanmerking kwam voor retourneren. Maar jij hebt dus die foto's gemaakt, want uiteindelijk heb je ook de colbertjes teruggestuurd. Ja. Daar heb je ook nog eens voor betaald. Ja, en dat kost 30 euro. Dus ik ben in totaal 120 euro kwijt geweest, voor niks eigenlijk. En toen stuurden ze nog wel een mailtje terug van dat ik ook echt wel mijn geld terug zou krijgen. Maar goed, ik kan op die hele track and trace zien dat het gewoon keurig in november is afgeleverd in China. Tot op heden niks meer gehoord en geen geld. Wat is nou eigenlijk je overal gevoel over deze website? Nou, het zijn echt een stelletje dieven. Op de website van bij Zaza stond dat ze een score hadden van 4,7 op Trustpilot. Nou, ik bekijk nu zelf even Trustpilot. Dan zie je dat het onzin is. 98% van de mensen die een comment heeft achtergelaten, geeft 1 ster. Op de website van de Consumentenbond staat zelfs een waarschuwing voor dit bedrijf. En dat vind ik wel opvallend. Waarom is dat? Omdat wij zagen dat er in korte tijd heel veel klachten over dit bedrijf binnenkwamen. Onder andere bij Trustpilot, ook een aantal bij ons, wel iets minder. Maar op Trustpilot in een periode van 4-5 maanden echt honderden. En daarom dachten wij, hier moeten we actie op ondernemen. Wat houdt die waarschuwing precies in? Nou, uiteindelijk is de keuze aan consumenten zelf of ze nog bij dit bedrijf een bestelling willen plaatsen. Maar wij vonden het wel nodig om ze te waarschuwen, omdat de klachten die we van consumenten binnenkregen, die gaan onder andere over extreem lange levertijden, rare voorwaarden die het bedrijf hanteert. En, dat komt er ook nog bij, het bedrijf misleidt eigenlijk consumenten door bij de producten Trustpilot scores te zetten die niet echt zijn, die nep zijn. Daarmee misleiden ze dus consumenten. Maar wie zit er eigenlijk achter dit bedrijf? Het blijkt dat bij Zaza onderdeel is van Online Freedom BV. Een bedrijf van Jesper Hensens. Ik ga vandaag mijn winnend product onthullen waarmee ik meer dan 1 miljoen omzet heb gedraaid in 1 maand tijd. Ja, je hoort het goed. 1 miljoen euro omzet. Hij blijkt meerdere webshops te hebben. En wat mij vooral opvalt is dat hij in een korte tijd al deze handelsnamen heeft geregistreerd, maar ook weer heeft uitgeschreven. Iedereen geeft slechte reviews.
Maar zelf is hij wel tevreden over al zijn successen. Het gaat eigenlijk beter dan ooit. Ik voel mijn frequentie, ik voel mijn lijn. Ik vind dat ik nu gewoon succesvol in het hele leven ben. De waarom was heel duidelijk. Dat er meer geld moest verdiend worden, dat was wel bij mij echt de kern. Een van de meest gehoorde klachten over bij Zaza is eigenlijk wel dat ze super moeilijk te bereiken zijn. Op de website staat één telefoonnummer. Dit nummer is niet in gebruik. Hier was ik eigenlijk al een beetje op voorbereid. Dus, ik ben nu in Zuid-Limburg in het dorpje Amsterrade. Want hier zit namelijk het bedrijf bij Zaza. Wat hier is... moet het zijn. Oh. Is toch raar? Er is wel licht binnen. Er staat een deur open. Hallo, bij Zaza. Want als er post ligt, dan weet je dat iemand lang hier niet is geweest. Maar alle post is hier wel opgeruimd. Ik kijk recht in het kantoor. Maar hier is ook niemand. Het licht staat gewoon aan. Ik kom voor de gasten hiernaast. Daar zit als het goed is een bedrijf. Bij Zaza. Is dat bij jullie bekend? Een kledingwebshop? Ja, dat is mij wel bekend. Maar daar wil ik echt niks mee te maken hebben. Wilt u niks mee te maken hebben? Want nou ja, zijn het... Ik word zo vaak gebeld voor mensen die naar hun op zoek zijn. Terwijl ik nog binnen ben bij de buren, komt er twee keer iemand langsgereden die de cameravrouw filmt vanuit de auto. Ik denk dus dat Jesper inmiddels op de hoogte is van onze zoektocht. Bij het bedrijfspand kon ik niemand vinden. Dus we zijn nu bij hem thuis. Wat me wel meteen opvalt, achter mij zie je dat verkoopbord. Dat is precies voor zijn huis. Oh, kijk. Ik hoor stemmen. Kijk of ik iemand binnen zie. Hallo. Hey, goedemiddag. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Vanessa van Radar. En ik ben eigenlijk op zoek naar Jesper. Jesper Hensgens van het bedrijf bij Zaza. Oh, die is er niet. Oh, waar is hij? Volgens mij zit hij in Portugal. Hij zit in Portugal? Volgens mij wel. Oké, maar hij woont hier wel? Ja, nog wel. Bent u familie van hem of vrienden? Nee, ik ben gewoon bekende. Dus, Oké, maar als u hem kent, hoe kan ik aan zijn telefoonnummer komen? Want hij heeft een bedrijf. Heeft u niet? Dat heb ik ook niet. Hoe kan ik in contact met hem komen? Want hij heeft een bedrijf waar heel veel klachten over zijn. En niemand die mensen te woord kan staan. Ja, zo kun je geen bedrijf runnen natuurlijk. Okay, ja, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Ik heb uiteindelijk een telefoonnummer gevonden. Dat is zijn privé-nummer als het goed is. Hi, dit is de voicemail van Jasper Hensgens. Laat een bericht achter en ik haal je terug. Dank je. Hey Jesper, je spreekt met Vanessa van Radar. Ik zoek jou. Als ik een probleem heb, ik ga gewoon echt erin spitten van, is dit probleem normaal? Als ik zie het dus normaal, dan weet ik dat er ook ergens een oplossing is. Die oplossing, die willen wij ook wel. Maar blijkbaar zit Jesper op dit moment niet in Nederland en wilde hij alleen reageren via de mail. De antwoorden op die mail zijn eindelijk binnen. Op de vraag hoe het nou kan dat hij op vrijwel elke review 1 ster heeft, laat Jesper weten dat hij veel werk uitbesteedt. Hij geeft wel eerlijk toe dat hij verantwoordelijk is. Ook geeft hij toe dat de klantenservice niet optimaal is geweest. Dat hij gebruik maakt van nep-reviews, waar de Consumentenbond ook al overheen viel, daarvan zegt Jesper dat dat ook de verantwoordelijkheid is van de klanten zelf. De Consumentenbond die vindt het ook misleidend dat de Trustpilot-score van 4,7 niet echt is. Daarvan zegt Jesper dat het in het begin wel echt was, maar is die later flink gedaald. Nou, dat is knap, want hij heeft nooit een review gehad met een score van meer dan 4. Verder geeft Jesper aan dat hij met de kennis van nu dingen heel anders zou doen. Hij wil de problemen dan ook graag oplossen. Je kan al jouw klachten sturen naar het volgende e-mailadres. En wil je nou de volledige reactie lezen van Jesper, dan kun je dat doen op onze site.